ja, voor mijn gevoel. En de warmte in je maag gaat er niks boven de Noord-Italiaanse keuken. Ja. Wat een eten. En dan niet die minutieuze, niet die kleine, die krentige beetjes, maar gewoon lekker opscheppen. En als je daar dan eet in zo'n restaurant, dan ben je na 3,5-4 uur ben je klaar met lunch. En die zit te lunchen. Ja. En dan heb je de man 1,5 liter wijn op. Ja. En je merkt helemaal niets van die wijn. Hè? Want dat eten was zo goed. Dat is, water en brood zoals dat werkt dan. Ja. Maar jij zag ook die mensen in de rij staan bij de Starbucks met hun koffer, met hun bekertje en een dekseltje erop. En die, met foute schoenen aan. Alsof ja, volkomen smakeloze. Ja, en maar ook al die kookprogramma's die kunnen eigenlijk een puntje zuigen, bij wijze van spreken, aan die Noord-Italiaanse mama die daar gewoon staat te koken. Ja, natuurlijk. Ja, maar dan zie je ook die ene figuur die dan zo de ideale schoonzoon, dat is, hoe heet die ook alweer? Ook een Engelse kok. Ja, Ramsay. Ja. Ja. Gordon Ramsay. Ja. Nou, die zie je dan ook inderdaad. Ja. Dat is een achterhaald verhaal. Ja. Op reis gaan, maar in een VW-busje, zo'n kreeg als ik dan ook heb. Ja. Weet je wel, allemaal achterhaalde Jan Retro. En weg naar de bron van. Nou, dan komt hij daar ook in Noord-Italië. Dan, ja. En daar gaat hij dan. Daar leert hij dan in feite. Maar dan gaat hij ze ook. Daar leert hij en dan komt hij dan ook wel voor uit. Maar ik denk, dan misschien ga je er eindelijk een keer wat van leren, weet je wel. Ja, ja. Maar die geeft het dan ook aan toe. Maar dat is dan, daar wordt dan, ik weet niet, dat is dan een programma op zich. Van de superkok leert koken. Ja, ja. Waar slaat dat nou in Jezus naam op, joh? Ja, en misschien bedoelt hij dan dat de superkok gaat leren koken. In Noord-Italië. Hmm. Ja. Dat zou kunnen. Ja.